Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewust zijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vorige keer hebben we een hommage aan Dalí gebracht in de vorm van het Requiem voor Dalí. En dat heb jij ook gezongen. Dat is het tweede deel van de podcast nummer 34. Voor degenen die dat nog niet gehoord hebben, was een super registratie van een concert van 25 jaar geleden. Maar geweldig om nog een keer te horen. 25? Ja. Oh. En in elk geval, hè, dus als je vanaf ongeveer minuut 28 alleen het concert wil luisteren in aflevering 34. Nou, dat is ook helemaal fantastisch. Toen hebben we eigenlijk daarna bedacht dat er is een waanzinnig mooi apart object wat jij gemaakt hebt. Ook geïnspireerd door Dalí. En dat heeft ook te maken met tijd. En misschien kan je daar meer over vertellen. Ja, dus tijd, zoals jij dat zo ook had benoemd, over tijd en altijd. Ja, inderdaad. Ja. Het is heel interessant, omdat dat ook in een gedicht, hè, dat heeft dus een bespiegeling. Daarin gaat het inderdaad ook over tijd, synchroniciteit, meerdimensionaliteit, dualiteit en altijd. Ja. Nou, dat is dus de link naar jouw object. Ja, dat is het namelijk. Daarom wou ik het even nog extra horen. Want kijk, ik heb vorige keer natuurlijk al uitgebreid verteld over de meerdimensionaliteit en zijn onderzoek ook naar het atomaire. Hij was dus echt een van de eerste die dat dan ook wilde schilderen op die manier. En een van zijn, waar hij natuurlijk wereldberoemd mee is geworden, dat zijn de camembert, dus de horloges die als het ware als een, tenminste zo heeft hij dat ooit verteld, als een camembert werden geschilderd. He, je weet als een camembert warm wordt, he, Franse kaas, die is dan helemaal uitgelopen. En zo heeft hij die horloges gemaakt, de rekbaarheid van tijd. En dat heeft mij in een prachtig object, wat dus een, ja, dat ga je natuurlijk ook zien, hè? Maar dat is dus een soort schedel. Want dat is natuurlijk ook iets waar hij altijd mee bezig was. En met ogen en een soort, ja, ook letterlijk met die snorharen, maar dan in dit geval ook van been. En of zit hij op een grote klok. En die klok, daar is weer onder gemonteerd. Daar liefst. Nou ja, als soort springend, als in een waterval. Want dat is ook iets wat hem dus altijd bezig hield. Hè? De stroming van de tijd, maar ook de fluïde, het vloeibare van alles. Hè? Dus ook vandaar dus weer die camembert-kazen, tijden, klokken. En die rekbaarheid, en daar is dus, daarom hebben we ook gekozen om vandaag met hem te beginnen. Wat betreft de overgang, want ik vergeet nog te zeggen dat ook zoiets aparts, dat ik een rokje vond, een soort haute couture rokje of weet ik veel wat. En ook daarop was met goud geborduurd de tijd. Nou ja, kan niet meer stuk dus. En er verder nog allerlei andere verrassingjes, die niet zozeer met Dalí, maar gewoon met mijn eigen concept. Dus ik ga dus heerlijk dat gedicht voorlezen, maar dan begrijpen jullie dus waarom wij na het Requiem voor Dalí dus de doorstroming van het idee wat is tijd en de meerdimensionaliteit van die tijd vonden wij een mooie opvolger van de vorige podcast. Ja, dus nu ga je dat gedicht artistieke metafysica, bespiegelingen, dat ga je nu lezen. Ja, als tijd versmelt tot eeuwigheid. Tijd is ruimte als je de tijd neemt. Time is a capsule of space. Dive in it and you will always be in time. Waarom zingen de vogels altijd op een bepaalde tijd? In de lente? Is licht tijd? Is tijd kromming? Is tijd relativiteit?
De eenheid die zich deelt in veelheid. Wat is synchroniciteit als alles ineens samenvalt? Je wezen verweven met je dagelijks leven? Is er dan multidimensionaliteit als het stromende zelf een objectief wordt? Een lens waardoor een subjectief gevoel van tijdloosheid ontstaat en interieur en exterieur in elkaar overgaat? The present, a present. Het leven is een geschenk door het integraal aanwezig zijn in het steeds vernieuwende, altijd voortdurende nu. Het nu als Tao. Tao, tegelijkertijd, altijd, overal, tijdloos, aanwezig, oneindig. Is de tijd daarom de ultieme illusie van dualiteit? Het skelet waarin het wezenlijke zichzelf kan ervaren om een database op te bouwen, om een unieke bijdrage aan het geheel, de altijd te kunnen geven en zo een kleur te weven in het tapijt van flonkerend licht dat door alle universa vliegt om de ene, het absolute, te ontmoeten? Als alles tegelijkertijd altijd overal Tao is, dan valt het besef van de zwaarte van vorige levens en toekomstige doelen weg. Dan is de tijd dus zwaartekracht die alles bij elkaar houdt als vormkracht. Dan is bevrijding de verlossing van tijd en ben je in de gelukzalige flow die je ervaart als je in het bezig zijn bent opgelost. Zoals in de muziek, in dialoog met de natuur of in een ontmoeting. Dan is tijd ritme en ruimte en alles exact zoals het moet zijn. De geometrie van de poëzie. Het raderwerk van vervulling en vermogen om de wonderen van de ene te volbrengen, zoals de smaragdentafel van Hermes Trismegistus zegt: beneden is zoals boven en boven is zoals beneden in de vervulling van het wonder van het ene. Is binnen buiten, is volledigheid mogelijk zonder het beperkte idee van perfectie? Perfectie is dan een gevoel dat alles precies op het juiste monument gebeurt, in zuivere intentie, om in harmonie het leven dat ons is gegeven te beleven, om door, vorm en weer te geven. Om in verwondering schoonheid te laten zijn, zelfs tijdens onze beperkte visie. Want dan stroomt de tijd door onze handen als de golven van de zee, die in een ritmische cadans laten zien dat alles herhaling is en toch steeds anders. In de dynamiek van dag en nacht wordt tijd een instrument om te worden wie je bent. Is tijd dan het astronomisch getij om de cyclus van de astrologische klok te volbrengen en meester te worden van de tijd door in het Tao-bewustzijn te komen? Wie brengt alles in beweging? Wie doet het vliegwiel van de tijd draaien? Kan dat niet alleen datgene zijn dat buiten de tijd staat? De bron die als een spiegel alles weerkaatst in een acte de présence om niet. Het heelal met haar omvangrijke vangnet, waarin wij zijn ingebed en deelnemen aan en deel zijn van haar kosmische dans. Dan is tijd genade en een unieke kans. Tot heelheid en eenheid. Totdat we weten dat tijd versmelt tot eeuwigheid. Marama, dat is inderdaad een prachtig gedicht. Heel lang gedicht ook. Bespiegelingen. Het is ook zo dat je dit rustig een paar keer kan luisteren en nalezen. Ook kan je het nalezen in de blogs natuurlijk. Want
eigenlijk kun je bij elke paragraaf wel vragen stellen. Ja. Bij elke strofe. Als het dan bijvoorbeeld staat, is er dan multidimensionaliteit als het stromende zelf een objectief wordt, een lens, waardoor een subjectief gevoel van tijdloosheid ontstaat en interieur en exterieur in elkaar overgaat. Nou, dat vind ik echt best een moeilijk stuk. Ja. Dus vertel wat je bedoelt. Vertel, speak up. Ja, ja, het is een, hoe moet ik het zeggen? Kijk, mensen zeggen altijd iets is objectief, hè? Dus dat was natuurlijk allemaal al helemaal achterhaald. Iedereen weet dat de waarneming, hè, is the eye of the beholder. Je ziet wat je ziet, omdat jij het zo ziet. En daardoor is het ook zoals het is. En het mooie is juist als object en subject, hè, dat noem ik wel een subject. Kijk, als je dus ziet dat de dingen als een lens eigenlijk, waardoor je kijkt en jij kijkt, dus dat is jouw subjectieve gevoel van de zogenaamde objectieve werkelijkheid. Dat is die multidimensionaliteit, is namelijk dat wie kijkt, dat is bewustzijn. Bewustzijn kijkt. Hè? En bewustzijn, alleen als er geen bewustzijn is, is het ding er bij wijze van spreken niet eens. Dus dat is dat hele idee van wave en particles, dat iets pas eerst een wave is, dus een golf. En op een gegeven moment, dus dat is weer die stromende tijd. En op een gegeven moment wordt het een particle, een deeltje. En wat betekent dat? Dat het zich dus consolideert. Hè, het licht verdicht zich tot. En dat is een heel belangrijk iets, dat jouw subjectiviteit, oftewel jouw zijn, het is ook, soms heeft subjectief ook een beetje een rare negatieve lading, wat op een bepaalde manier ook wel soms wel klopt. Hè. Maar als je het eigenlijk gewoon bekijkt als mijn wezen, hè, door de lens van het waargenomene kijkt, dan geef ik daar mijn lading aan, wat het voor mij betekent. En die betekenis, daar gaat het over. En in die zin valt dan ook sowieso eigenlijk het hele idee object weg. Het is bekende Mandela-effect. Iedereen ziet het anders dan en neemt het aan als een feit. Dus dat zijn hele belangrijke dingen, maar de onderstroom is dat er een multidimensionele werkelijkheid is, dus niet alleen de 3D, dat daarin, hè, dus dat heet, daar waar het bewustzijn woont, dat is niet te grijpen, dat is niet een ding, die drukt zich uit. Hè, je ziet op een gegeven moment, zit jij in die 3D-wereld en je wil dingen waarnemen, en dat is die lens als het ware. Dat heb ik gezien als de objectieve werkelijkheid, en ik denk dat Dalí het eerlijk gezegd ook zo zag, hè, dat het is een lens, en in die lens kan je kijken, en dan pas wordt het werkelijkheid. Nou ja, je noemde net het Mandela-effect. Het is toch handig dat je het even uitlegt, want dat weet ik. Nou ja, dat zijn opvattingen. Het Mandela-effect betekent gewoon dat weet ik wel, hoeveel mensen denken van ja, je was in de gevangenis gestorven. En heel veel mensen weten natuurlijk gewoon de feitelijke werkelijkheid dan in dit geval, dat het niet zo is. Maar dus dat gaat ook over bijvoorbeeld een jeugdherinnering. Iemand denkt, oh nee hoor, mijn vader was altijd zo. En dan zegt je zus, nou hoe kom je erbij? Die droeg altijd rood. Nou hoe kom je erbij? Hij houdt helemaal niet van rood. En dat is bijna, ja, dat is ook weer dat subjectieve dus. Daarom heeft het ook het Mandela-effect, want het is wereldwijd. Het is met herinneringen aan logo's van supermarkten. Dat je zegt, ja, die was altijd heel grote letters dik. En dan zeg je, nee, helemaal niet. Het was gewoon golvende letters. Ja, en wie heeft gelijk? Zeker als het dus al in de geschiedenis is, hè, een vroegere herinnering. Dus dat is het eigenlijk. Ja, want ook die zin van, is tijd daarom de ultieme illusie van dualiteit. Skelet waarin het wezenlijke zichzelf kan ervaren om een database op te bouwen, om een unieke bijdrage aan het geheel, aan de altijd te kunnen geven. Wauw, ja. Nou, dat is ook wel poëzie natuurlijk. Hè. Je probeert allerlei hele grote denkbeelden, hè, in een soort symboolvorm. Hè. Symbolon betekent eigenlijk dus een samensmelting van allerlei ideeën in een eenvoudig beeld. Of in een denkbeeld in dit geval. Nou, dus je moet je voorstellen dat er dus een, ja, ook weer wat ik zei met die lens, in dit geval het skelet, en daarom heb ik dat ook bij het Dalí-object, dan zie je ook een skelet. En want die verharding van onze beenderen is natuurlijk ook bijna een soort objectief waarin de ziel, jouw wezen, hè, wat dus een non,
lokaal, non-lokaal, dus het zit ook niet in je lichaam, het is altijd overal. En dat bewustzijn stroomt door je heen en daardoor neem je dingen waar en daardoor kun je ook, als het ware, jezelf waarnemen. He, dus je handelingen, je kunt je uiten, maar je kunt ook naar jezelf kijken, reflectie. Waardoor het dus een enorme groei, ondanks dat het dualiteit is, he, dus yin-yang, zwart-wit, man-vrouw, et cetera, komt er ook altijd de eigen eenheid, je eigen uniek zijn, daarin die zoektocht van wat is dat dan in al die dualiteit. He, waar ben ik mijn eenheid? En die breng ik ook daarin. En ik breng ook het samen, he, het componeren. Ik maak uit verschillende elementen, maak ik dan weer een nieuw evenement. He, dus dat is dan jouw ervaring. Dus dat is eigenlijk die altijd, er bestaat eigenlijk geen tijd. Want tijd en is ruimte, he, time is a capsule of space. Dus tijd is ruimte en tijd en ruimte bestaat alleen maar op het moment dat het objectief is geworden. Want het bewustzijn zelf, daar is nog tijd, nog ruimte, nog object, nog niks. Gewoon, het is het gewaarzijn, zijn zelf. En dat is een stromend, als je dan een beeld zou willen geven, een stromende, ja, werkelijkheid. Nou ja, je zegt zelf in het gedicht, hè, dan is bevrijding de verlossing van tijd. Ja. En ben je in een gelukzalige flow die je ervaart als je in het bezig zijn bent opgelost. Hè, zoals in de muziek natuurlijk, et cetera. Ja. Maar wat mij nou, naarmate ik dus dit gedicht vaker lees en hoor, dan zie ik dus inderdaad enerzijds dat het allerlei verschillende dimensies eigenlijk van begrip tijd laat zien. En juist ook letterlijk, zoals je in het begin zei, hè, dat begrip tijd oprekt. Ik bedoel, dit is ook weer iets wat ik zelf nooit had verzonnen, dat hij dat eigenlijk bedoelde met die camemberts en die klokken, dat je de tijd oprekt. Ja, mooi bedacht. Oh ja. Maar wat ik ook merk bij mezelf is dat ik eigenlijk heel sterk vasthoud aan tijd. Mm-hmm. Dus eigenlijk zit ik helemaal niet, bij wijze van spreken, in die flow en zo. Maar zit ik heel erg in dingen moeten gebeuren en er is zoveel tijd voor. En als je de dag begint van oké, dan moet eerst dit, dan moet dat, dan moet zus, dan moet zo. En dan ben je dus eigenlijk helemaal niet in die flow. En als er dan iets anders gaat dan je in je hoofdje hebt, hè, dat is natuurlijk ook heel erg die mind, dan kan ik dus echt helemaal van slag zijn, om dat nog zwak uit te drukken. En dat is dus iets dat ik ook heel graag eigenlijk die houding van die, ja, het accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan, dat er ruimte is, dat tijd ruimte is bijvoorbeeld, hè. Zo die houding, dat zou ik toch ook wel heel graag willen ontwikkelen. Heb je daar ook handvatten voor, dat je mensen kan zeggen van nou, ja. Nou ja, in eerste plaats waar je al mee begonnen hebt, van tijd is dus dan in die zin een illusie als hij oplost. Kijk, en zeker deze tijd, als we dan even ironisch dat woord tijd gaan gebruiken. Deze tijd is een hele extra uitdaging, hè, van ja, versnelling, van oplossing van allerlei scheidsmuren. Hè, letterlijk het hele idee van man-vrouw, hè, dat is natuurlijk, dat weet iedereen, nu is allemaal zo bijna overdreven soms, maar toch, hè, het is, ja, wat is nou die indeling? Ik ben man, ik ben vrouw, ik ben zus, ik ben zo, natuurlijk ook allemaal, net als tijd. Hij kan het je helemaal vastzetten, terwijl jij gewoon dingen leuk vindt die misschien mannelijk zijn, en maar tegelijk ook heel vrouwelijk en andersom, en dat het allemaal kan nu. Nou, zo moet je ook de tijd zien. Hè, kijk, tijd op zich, als je soms gewoon ergens op tijd wil zijn of zo, niks mis mee. En sommige culturen komen nooit op tijd. Nou ja, goed, dat is dan inderdaad, op een bepaalde manier hebben zij daar een andere binding mee. Maar objectief gezien, als je dus jezelf zo vastzet, dan is dat natuurlijk gewoon behoefte aan zekerheid. Vooral als het dan even anders gaat en je hebt dus niet dat contact met, hè, wat ik al net zei, dat jouw subjectieve zijn in feite dus de enige werkelijkheid is die het objectieve, de objectiviteit, het skelet, als het ware mag bezielen, hè, mag invullen. Maar als jij denkt de tijd is sterker dan ik en als de tijd dan anders wordt, dan ben ik eigenlijk er niet meer. Kijk, en dat is de omkering wat ik eigenlijk een beetje met dit gedicht en met mij vele anderen, hè, dat de tijd is relativiteit, hè, dus absolutely relative, zei ik geloof ik toen ik 19 was, van
op een gegeven moment kan je, als je dat eenmaal hebt ervaren, die oplossing in de tijd, dat de tijd zichzelf oplost door dat je in, hè, tijd is de ruimte, dat je de ruimte wordt en heb je alle tijd. Want je gaat dus op een gegeven ogenblikje niet door de grenzen. En als je dan merkt dat je die grenzen continu hebt vastgehouden, omdat uit angst, uit onzekerheid, uit control, dat is natuurlijk het grootste, de control freaks in ons. Je hele controlsysteem, en dat is natuurlijk op dit moment ook in de wereld, alles verandert en de natuur is aan het roeren. En nou ja, de mensen onderling zijn echt kort lontje, zoals dat heet. Het is met andere woorden, er is zoveel aan de gang waardoor jij echt nog meer dan ooit zou moeten worden verankerd in het Tao. Dat alles toch uiteindelijk in een hele, ja, ik noem het maar mystieke eenheid, zo noem ik dat ook wel eigenlijk, zo groot dat je dan daarin toch past. En dat alles toch precies gaat zoals het is. Ja, want dat zeg je eigenlijk ook hier in het gedicht. Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Want je hebt het over, is binnen, buiten, is volledigheid mogelijk zonder het beperkt idee van perfectie. En dan komt het, perfectie is dan het gevoel dat alles precies op het juiste moment gebeurt. Ja. In zuivere intentie om in harmonie het leven dat ons is gegeven, om door vorm en weer te geven. Dus dat is een ander begrip van perfectie dan, hè, zoals ik toch vaak perfectie heb opgevat. Het is dus niet perfectie in de trant van zo goed mogelijk doen en je helemaal suf werken en 80 keer, nou ja, iets overlezen, bij wijze van spreken, dat je toch echt wel helemaal goed hebt gedaan, 10 keer nakijken en noem het allemaal maar op. Maar dat je dus eigenlijk veel meer, hè, in die flow komt van oké, ik doe het gewoon met mijn volle aandacht op dit moment. Dat is dat monument, hè, nu. Ik doe het met volle aandacht op dit moment en dan is het goed. Ja. En niet dat overdreven jezelf maar op zitten werken tot weet ik veel wat. Waardoor je op een gegeven moment ook het gevoel hebt van, nou, het is nooit goed genoeg. Ja, vooral dat. En ik ben nooit goed genoeg. Dat is dan de volgende. Hè? Ja. Dus van het wordt het ik. En nou ja, meer abwaar, want dan zit je in een hele downwaartse, down, neerwaartse heet dat dus, spiraal. Ja. En nou ja, dus dat, dan ben je op een gegeven moment ver heen, zoals ik dat maar even zeg. Ja, maar dat is ook, daarom vind ik het ook zo belangrijk, dat, hè, waarom nou ja, zo'n kunstenaar als Dalí het dan inderdaad als een camembert-achtige tijd laat zien. Hè? Dus ja, dan kan iedereen denken, oh leuk, mooi schilderij. En daarom vond ik het ook, heb ik ook dat object gemaakt om het nog even de extra uit te halen. En dit gedicht. Want het is ook iets, de tijd, dat duurt ook letterlijk een tijd, om het zo maar te zeggen. Hè, een kindertijd heeft het al en dan word je het helemaal afgeleerd. En dan op een gegeven moment, als je merkt, alles is bewustzijn. En in bewustzijn, wat sowieso non-lokaal is, dus wil zeggen niet gebakken aan dit lichaamsvorm, maar gewoon een vrije vliegende vogel is. En dat jij dus als het ware in en uit kan gaan uit de tijd. He, letterlijk ook als je droomt, is er ook niet op die manier een lineaire tijd. Dat de tijd is eigenlijk, als je het al zou doen, is een spiraalvorm een belangrijker iets. En bijvoorbeeld dit heb ik dan in 2016 geschreven. Nou, het Requiem was geloof ik in 1988 of zoiets. Dus met andere woorden, ja, wat is tijd? En juist, ik ben in een bijzondere positie. Dat ik dus al nu 50 jaar minstens creatief ben en dan ook merk in al die 1001 vormen die ik heb gemaakt, van heel abstract en tot heel gedetailleerd, tot heel groot, tot heel klein en weet ik wat ik allemaal gedaan heb. En het is allemaal mij. Dus wie is mij dan? Wordt dan ook wel natuurlijk altijd gezegd, ja, wat doe je nou eigenlijk? En dat is hetzelfde met tijd. Kijk, de beleving. De beleving, dat probeer jezelf te beleven als, bij wijze van spreken, als een kind. Probeer elke dag, dat heet de acte de présence, het monument. Dat vind ik zo grappig, die woordspeling. Het is een moment, het is nu. En samen is het een monument. Want niks komt terug. Het is inderdaad net als die golven, het lijkt hetzelfde, maar het is ook weer net even anders. En dat is dus die dynamiek van, ja, van het leven eigenlijk, maar waarin toch jij steeds als een kern, die dus niet een
perfectie is. Van, oh, dan moet ik altijd zo doen. Hè, want zo is het ook geëscaleerd. Je bent alleen jezelf als je altijd zo doet. Of als je altijd zo schildert. Of weet ik veel. Nee. Die kern is een levend iets. Wat zich iedere keer opnieuw verhoudt. In de tijd, om het zo maar eens te zeggen. Maar zelf een eeuwigheid is. Ja, ik denk dat we gewoon heel mooi kunnen afsluiten met misschien twee kleine strofen uit het gedicht. The present, a present. Het leven, een geschenk door het integraal aanwezig zijn in het steeds vernieuwende, altijd voortdurende nu. Het nu als Tao. Tegelijkertijd, altijd, overal. Tijdloos, aanwezig, oneindig. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar reactie, dus laat een review achter, de 5-sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info@madama.nl. Meer info vind je ook op de website www.madama.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.